mijn wimpers laten doen. Goedemiddag trouwens. Ik ben bij de wimperstylist geweest. En ik had mijn camera niet meegenomen. Want toen van ondertussen even de video moest editen. Ik ben nu thuis. Oh mijn god, mijn haar zit helemaal vergemeten. Maar goed, ik ga dat allemaal straks fixen. Zoals jullie weten ga ik vanavond bij mijn schoonzus eten. Bij de broer van Toevan. En ik ga een toetje maken. Ik moet wel heel even deze. Oh ja, oké. Ik ga vanavond een toetje maken. En het is de eerste keer dat ik deze toetje maak. Ik heb hem op Insta zien voorbij komen. Dus ik ga hem eigenlijk maken. En ik laat jullie zien wat je allemaal nodig hebt. Daar gaan we dan. Oké, jongens. Ik denk dat dit wel goed is. Wat heb je nodig? 1 liter melk. 1 ei, want je hebt die eigeel nodig. Ja, mijn moeder doet dan een hele ei erin. Dus dat zou op zich ook gewoon kunnen. Speculoos. Dat wordt een speculoos lotus toetje. Bloem. Of meel, whatever. Maizena. 1 pak slagroom. En suiker, kristalsuiker. En dan ga ik jullie even de verhouding al eens vertellen. Het is gewoon van Instagram overgenomen. En ik ga hem gewoon voor het eerst even testen. Ik wilde al toevallig een lotus bastonje toetje maken. Maar toen zag ik deze. Dacht ik, hé, laat ik gewoon voor de verandering deze maken. Oké, daar gaat dus in 1 liter water. 1 waterglas. Dus ik ga even laten zien. 1 zo'n waterglas suiker. Dus nagaan op hoeveel suiker er is. Maar goed, voor de helemaal natuurlijk smaak. Natuurlijk. Dat is wel ja, neutrale smaak vind ik. Ik vind het heel zoet deze toetje. Het is hoe ik hem nu maak. Dus die suiker mag er wel bij volgens mij. 2 eetlepels meel. 2 eetlepels maizena. En dat was hem. Zijn dat ook nog slagroom? Of in 1 pakket slagroom. Die ga ik dus in de gebeuren zetten. Maar ik ga jullie even laten zien hoe het allemaal erin gaat. En dan zien jullie dat. Oké, ik ga starten. Ik ga denk ik eerst mijn koekjes fijn maken. Dan heb ik dat gehad. Dit is perfect. Oké, we gaan even de fornuis aangooien. Aan. Ja, de butch. Dus wat je doet is. Het is een liter. En het. Ik haat het. Ook nog naartoe. Dus. Alles zonder de melk. Whatever. Oké. 1 hele melk. Een liter melk doe je. Oké. Dus. Wat zachter zetten. Je doet. Volle eetlepel. Dit is bloem. Toch? En dan doe ik ook nog eens 2 eetlepels. Mijn zenuwen, waarom is dit zo klein als ze doet? Valt er gewoon 1. Wat is dat? Wacht even, niet een mooie. Wat is je papi? Deze man leert altijd zeggen als een autist heel veel dingen zeggen. Dus 2 eetlepels meezenen. 2 eetlepels bloem. Een hele volle beker. Suiker. Yes, oh my god, is onder de suiker trouwens. No! En dan gaan we 1 eitje gewoon erin pleuren. Want ik heb niet zoveel zin om die geel eruit te halen. Of ik kan wel eruit halen. Yes, we got it! Huts! De eigeel erin. Oké, dit was wat erin moest. Eeuw, man, ze hadden een ei. En jongens, ja, we hebben deze pakken. En dan gaan we lekker roeren. Hoe goed in elkaar gaat. Ik ga straks ook even mijn mixer gebruiken hiervoor. Ik ga dus beginnen met roeren, jongens. Verder is hier niet heel boeiend. Dit is gewoon een beetje roeren. En dat ga ik even blijven doen. Ik zie jullie straks. Oké, guys. Kijk, het is dus heel dik geworden. En dat is ook de bedoeling. En dan ga je dus zeg maar de mixer erin doen. En aan het einde dus ga je een pakje slagroom erbij mixen. En dan ga je met de mixer zo helemaal doorheen. Zo. Ik heb niet alles gebruikt trouwens. Ik doe gewoon lekker de helft. Ik vind het zo moeilijk. Want ik maak gewoon eerst een toetje. En ik kan het gewoon niet doen, jongens. Kijk, dit is het
van het schuiven. Maar goed, ik ga nu alles even overgieten. Oké, jongens, ik ben dus nog bezig met het toetje. Ik ga je gewoon even vertellen wat er aan de hand is. Ik had het toetje gemaakt, dus op het recept hoe die eigenlijk beschreven stond. En ik dacht, nou ja, ik ga het gewoon doen. Voor een keertje ga ik hem zo maken. Want dit is wel een toetje wat ik al eerder een keer heb gemaakt, tenminste. Dan op het recept van mijn moeder de binnenkant. Maar ik dacht, laat me gewoon een keer wat anders doen. En laat me gewoon net als die van die vrouw maken. Nou jongens, hij was dus helemaal mislukt. Hij was echt helemaal mislukt. Hij was zo slap als de pest. Was gewoon net water. Nou, ik ben dus heel iemand die... ik ben als iemand, als iets niet lukt, dan ben ik gewoon boos. En dan ben ik echt heel boos. En dan wil ik het gewoon niet meer maken. Dan ben ik gewoon woest. En dan denk ik gewoon, weet je... Fuck it, ik ga het gewoon niet meer maken. Ik ben er helemaal klaar mee. Dan kan ik ook gewoon echt niet aantrekken. Ik vind dan kan ik gewoon ook echt iemand zijn waar ik gewoon niet even meer normaal mee kan mee praten. Want dan ben ik echt gewoon boos. Want ja, snap dan, hè, je maakt zoiets. Je hebt er heel veel tijd voor genomen. En dan gaat hij helemaal mislukken. Nou, dan heb je me echt boos. Dus uiteindelijk, ik dacht, ik ga nu opgeven. En ik denk gewoon, fuck it, ik kan het niet. Of ik ga hem gewoon opnieuw maken. Gelukkig had ik de ingrediënten thuis. Kon ik het gewoon opnieuw maken. Mijn bakjes zijn trouwens op. Vandaar dat ik nu even overschakel naar die plastic bekers. Nou jongens, echt. Je kon me net echt. Oh, mijn kop moest je zien. Ik was boos. En toen van zo, weet je, kom op. Geef niet op. En weet je wat er toevallig altijd gebeurt? Als je iets maakt. Voor iemand. Of je gaat... Opeens ergens naartoe. Kijk, mijn toetjes die lukken altijd wel. Dat is niet capsules bedoeld of zo. Maar gewoon, weet je, als ik toetjes maak, dan lukt het 9 van 10 keer altijd. Ik ben ook best wel, ja, niet goed. Maar ik kan wel lekker toetjes maken. En dan opeens ga je dus ergens naartoe. Iets wat je gewoon zeker van weet. Wat gewoon goed moet komen. Opeens mislukt het. Dan ben je toch echt, dan denk je nog, jezus, waar heb ik het voor gedaan? Ik maak nog even een laagje. Ziet er heel zielig uit. En dan denk je, oké, shit, het is gewoon niet gelukt. Maar nee, ik heb voor het eerst niet opgegeven. Normaal zou ik echt allang stoppen hiermee. Allang, echt allang. Maar ik dacht, ik ga gewoon niet stoppen. Oh, Lea is echt moe. Ik heb het echt gehad. Zielig. Dus ik heb hem gewoon geflikt. Ik heb het gewoon gemaakt. En gewoon op de manier hoe ik het heb gemaakt. Wat het verschil was tussen die van haar en die van mij. Tenminste die van mijn moeder. Want dit is mijn moeder haar recept. Is dat zij niet 2 eetlepels meel doet. Maar 3 eetlepels bloem is het trouwens met mijn meel. En dat is het verschil. Daarom word ik ook dan niet zo slap. Dus ja. Dat zijn ze uiteindelijk geworden. Ik moet nog alleen even zo'n topping erop doen. En dan is je helemaal... klaar. Ik vind het echt heel smakelijk uitzien. Ik ben ook wel heel benieuwd of die smaakt. Dus ik laat jullie zo even de rest. Goedemiddag mensen. Goedenavond trouwens. Goedenavond. Het is al 6 uur. 6 uur. Het is al 6 uur. En ik ben gewoon gaan slapen. Ik ben echt zo moe. Wauw, ik was zo moe. En we zijn gewoon even met Ria snel gaan slapen. Snel, tenminste een uurtje. Ik moet heel even voor Ria even haar spulletjes pakken. Ik zou nog eigenlijk voor mijn nagels gaan, maar dat ga ik dus niet doen. Dat red ik al niet meer, omdat ik ook ben gaan slapen dus. Maar dat was wel echt even lekker, want ik had echt nodig. Gewoon even een uurtje snel. Ik geef Ria omkleden bij dit broekje. Zo schattig. Oh my god, oké. Here we go. Even nog iets bijpakken. Ik zie het. Ik ga heel even een beetje make-up doen, want mijn ogen zijn echt heel heftig. En ik heb niet zoveel zin. Om heel erg zo'n lijk erbij te lopen. Yes, oké. Ik begin een beetje met een crème. Ik ben niet trouwens echt van het crèmes meer of zo. Of echt hoe het moet, maar dat doe ik al niet. Ik doe gewoon lekker een beetje waar ik zin in heb met make-up. Dus ik weet niet of je dan per se mij moet volgen daarvoor met make-up. Maar goed, het ziet er altijd wel oké uit. Het ziet er altijd wel heel goed uit. Yes, we gaan starten. Ik gebruik normaal gesproken eigenlijk een foundation van Huda. Maar die is al een tijdje op. Ik moet alleen nog bestellen. Maar ik heb deze volle Fenty die ik van toeval heb gekregen. Die probeer ik ook een beetje te gebruiken.
Ik ga gewoon echt heel minimaal zetten. Gewoon een beetje om mezelf een beetje zo'n glow te geven. Want ik zie er echt niet uit. Sowieso, als je wimpers hebt, dan hoef je al niet zoveel make-up te doen, eerlijk gezegd. Dan heb ik weer wat gevonden. Nou, vertel, schat. Wat moeten we doen? Eigenlijk kippenpootjes en dan pan met kokend water. Ja. Die kook je uit. Ja. En dan zit een bak barbecue saus. Ja. Die meng je er doorheen. Oké. Okay. En daarna niet in de vorm. Gat, je gaat toch niet alleen kip kokend eten zo? Dat zijn toch geen echte kipvleugels? Snap dat je daarna nog in de oven pleurt? Maar goed, ik moet nog ook doen, ik bedoel onderkant van mij. Weghalen met niemand de tijd toch? Daarvoor ik ga ik morgen even fixen. Want ik ga beginnen met werk. Oh, wat ik al vertel. Oh ja, ik doe een beetje concealer. Dit is nou echt live. Dit is van Too Faced. Kijk, dit is een helikopter. Bam, bam. Oh. Oké. Okay. Dit trouwens, ik ga een beetje normaal make-up doen. Een beetje weinig, maar dit is gewoon eigenlijk mijn dagelijks make-up. Dit is live. Deze is van Huda Beauty. En dit is de contour. Ik heb alles vies gemaakt. De contour en deze is zo. Kijk, dit is dus zeg maar. Het lijkt zo een beetje plakkerig, maar dan doe je het wel. En dan doe je. Het. Zo. Dan kun je hem zo heftiger maken wat je wil. Je kan hem ook gewoon heel easy laten. Dus een beetje aan jezelf. Zo. Hup. We gaan dus goed metten en ik ga verder stinken. Dus vanavond wordt weer douchen. En dan gaan we dit doen. Yes, we are done, bitch house. Ik zou het nu wel een klein beetje doen, maar goed, ik heb het niet gedaan. Oké, ik ben klaar. Ik ga heel even mijn broek veranderen en dan gaan we uit huis. Het is inmiddels al 7 uur. We moeten een gourmetschoot van mijn zus ophalen en dan gaan we door. Ja, wij zijn nog warm, hè, zal ik... Wij gaan lekker soep eten en eentje eet de stoel. Hallo. 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 Kijk, de haren hebben een gekkie. Wij gaan we eten. Ja, zoveel. Ja.